Robin. Hallo, met Robin. Robin, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Nogmaals, een hele goedemorgen. Goedemorgen. Robin, welkom in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege die nieuwe single Laat het leven een feest zijn, hè? Ja, dat klopt. Laat het leven een feest zijn. Dat is wat iedereen zou moeten doen, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk... Dat zou mooiste zijn, hè? Ja, dat is een soort medisch advies, hè, namens jou, hè? Ja, ik voel het meer eigenlijk een ode aan mensen die het wat minder hebben de laatste tijd. Om maar eens gewoon een stukje positiviteit in het leven weer te gooien, zeg maar, voor alles en iedereen. Maar ook natuurlijk voor de welbekende facebeesten die lekker los kunnen gaan op dat nummer en dat soort zaken. Een beetje heel veelzijdig, zeg maar. Maar ik snap wat je bedoelt, zeker. Ja. En zelf ben jij zelf ook een facebeest, Robin? Ja, zeker. Voornamelijk als ik op podia sta en zo, dan kan ik lekker helemaal mijn ding doen. Mijn eikwijn mag ook wel zeggen, natuurlijk, dat sowieso. Ja. Maar echt helemaal lekker los gaan genieten en dat plezier en die gezelligheid lekker open proberen te brengen aan het publiek. En dat lukt tot dusver hartstikke goed. Ja, ik draai dus juist een stukje van een ander single. Ik voel me beter zonder jou. Dat is een heel ander single. Ja, dat klopt. Die heb ik 2 jaar geleden geschreven, omdat ik ooit in een relatie zat, wat met leugens een beetje kapot is gegaan, zeg maar. Mag je wel eerst dat even heel kort vertellen. En zo is een van mijn beste kameraden toen de tijd met diegene er vandoor gaan, diezelfde dag, zeg maar. Yeah. Die zei van, ik los het allemaal wel even op en zo voor je, dat soort dingen. Voor je 2 hadden ze elkaar, bij van spreken, op de bakkers gepakt, zeg maar. Om het maar zo even grof te zeggen. Yeah. Dus er zit er een beetje... Dus er zit er een beetje verhaal achter dat nummer. Ja, klopt. Maar dat is ook alweer lang weer verleden tijd. Dat is allemaal al lang weer opgelost. Ik heb nog steeds een hele goede vriendschap met die jongen ook, zeg maar. We hebben het gewoon toen de tijd heel goed uitgepraat. En maar dat nummer, dat vond ik gewoon even nodig om gewoon mijn gevoel te uiten. Waar ik daar mee zat, zeg maar, op die manier. En dat was mijn tweede single, zeg maar. Die loopt ook niet het beste. Het beste die er tot nu toe loopt is Marianne. Daar krijg ik de meeste positieve reacties over. Die loopt dan ook tegen de 10.000 views alweer aan op YouTube. En hij loopt ook al tegen de 2.000 views aan op Spotify onder andere. Dat heb ik gezien laatst. Dus dat is hartstikke mooi. Oké. Okay. Jij begon dan ook heel vroeg met het zingen. Dat greep jou heel vroeg. Met je 12e, als ik goed geïnformeerd ben, begon jij genres te nemen bij coach Wim van der Laar. Ja, dat klopt. Even kijken, toen ik een jaar of 10 à 12 was, had ik zangles bij Wim van der Laar, zeg maar. Maar daarvoor zat ik ook al in een koor van Wim van der Laar. Dat noemden ze toen de tijd Bombari. Dat is een koelzorg, want dat is een koorschool bij mij in de steek waar ik woon, Hoogstad van Meer, gevestigd in de provincie Groningen. En daar hebben mijn ouders mij eigenlijk meer of meer opgezet, omdat ik zeg maar heel vaak al aan het zingen was met de radio, voornamelijk met Guus Meeuwers toen de tijd en zo. Dat is ook een van mijn eerste idolen ooit geweest. Ja. Nog steeds trouwens hoor, een hele grote idool van mij. Omdat hij nummertjes maakt die zo goed in het verschiet liggen, ook hoe ik dat herken met mijn leven en dat soort zaken, met bepaalde nummertjes, zeg maar, wat hij schrijft en wat hij uitbrengt, zeg maar. Hij heeft 2 weken geleden ook weer een mooi album uitgebracht, dat heet Geluk, zeg maar, en daar gaat over de liefde en dat soort zaken. En ja, daar kan ik me er gewoon helemaal in vinden. Ik word er zelfs emotioneel van als ik het hoor, vooral in het begin. Dus, aan de andere kant, je bent toch een feestbeest, maar je kunt ook emotioneel zijn. Ja, ik zeg altijd, van de ene kant ben ik altijd heel gevoelig, aan de andere kant ben ik keihard, maar daartussenin ben ik ook echt de ene echte feestbeest van het noorden, zeg maar. Ja. Het zingende feestbeest. Ja. Het zingende feestbeest van het noorden. Jij komt sowieso uit een regio waar ontzettend veel talent vandaan komt, Robin. Ja, best wel. Nou niet echt talent die echt doorbreekt. Dan heb je mensen die echt doorgebroken zijn. Dan ben je over Lucas de Gea Hulshoff, met een levenslied en Evergreens en Soli Foxy's en dat soort dingen. En natuurlijk die grote hits die ze hebben gemaakt. Je hebt natuurlijk Birdie en zo. Maar ja, natuurlijk ook in Friesland lopen er genoeg bands en artiesten rond die het al ver hebben geschopt in Nederland en verder. Dus ja, dat klopt wel, ja. Ja, jij hebt ook wel iets samen dan met Appie Jager, hè? Dat klopt, ja, dat is, daar heb ik even kijken, nou dat is in een kroegbaas, zeg maar, van een stamcafeetje bij mij uit de buurt. Daar kom ik nogal zowat sinds mijn 16, dus ik ben nu 23. En af en toe trad ik daar wel eens op, daar is een bepaalde evenement, hadden we bijvoorbeeld een run daar zo, er waren heel veel mensen die gingen een run doen, zeg maar, door die hele streek heen, 7 kilometer van Martenshoek ook wel genaamd.
En daar was er ook altijd live muziek bij. En ik werd daar ook in het begin eens een keer voor gevraagd. Ik heb me gewoon eens aangeboden van kijken van, hey, misschien lijkt me dat ook wel leuk. En dat, lijken jullie dat leuk om dat ik daar ook eens een keer op de sauna zal gewoon te gek lijken. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik daar elk jaar. En ook afgelopen april heb ik daar mijn fandag en single release party gehad van Laat Leven en Feest zijn, waar we het nu ook zeg maar over hebben, zeg maar. Ja. En allemaal gastartiesten en eregasten bij, heel veel publiek, 200 man ongeveer. Ik had een mystery guest, was een gitarist van mij, waar ik voorheen in een band mee zat, waar we net uit zijn gegaan, zeg maar, om diverse redenen. Niet heel ernstig allemaal, ongelukkig, maar ja, en dat heb ik allemaal zelf in elkaar geplaatst. Alleen de kroegbaas heeft de ruimte beschikbaar gesteld, nou, daar ben ik toen thuis geweest. Alles even overlegd van hoe op wat, hoeveel concerns krijgt elke artiest, wie treedt wanneer op, wie komen er allemaal, dat soort zaken allemaal. Ik heb ook allemaal die artiesten toen nog allemaal zelf uitgenodigd. En dat was echt een unieke uitdaging, ik had dat nog nooit eerder gedaan. Dat beviel zo goed. Ik heb er ook alleen maar goede reacties van. Je hebt echt weer een mooi unicum bereikt, zeg maar, en dat soort dingen. Je hebt echt weer een mooi doel behaald, zeg maar. Mm-hmm. Nou, is het op zo'n manier. Ja, dat is toch een eer van je werk, of niet dan? Wat zei jij? Zeg, dat is toch een eer wat je krijgt, of van je werk wat je doet? Zeker, dat heb ik echt bij mijn hart opgenomen, echt. Zeker, ja. Sowieso. Eventjes de tekst van deze single, Laat het leven een feest zijn. Wie heeft de tekst geschreven van dit nummer? Die heb ik weer zelf geschreven. En de, ja. En de inspiratie van jou tot het schrijven van dit nummer? Ja, toch al een beetje. Ik heb veel mensen gesproken die ellende hebben beleefd. Dingen, mensen verloren zijn. Dingen die niet goed lopen, dat soort zaken. Dat heeft mij gewoon wat gedaan, zeg maar. Ik denk van, waarom zou ik niet eens een keer voor jullie daar wat voor over hebben of zo? Van, in de zin van, hey, daar heb ik voor jullie eens een keer wat moois in elkaar zetten, zeg maar. Toen ben ik daarover gaan schrijven, want ik had het zelf ook niet echt makkelijk. Ik heb vorig jaar geschreven, maar ik zei ook hier daar wat lastige dingetjes. Ik denk van, dat komt wel weer goed uit. En ik zeg altijd van, als jij een tekst zelf schrijft, komt het vanuit jouw hart. Jij weet dan waar je over zingt. Dat is een andere tekstschrijver zijn. Die is allemaal wel leuke naders. Dat heb ik ook wel eens met Mariana gedaan. Die heeft pas al de vormen geschreven. Uit Utrecht. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat is ook wel bekend. Yeah. Maar dan is het niet helemaal volwaagd, zeg maar. Dat is niet helemaal compleet, vind ik dan. Zeg maar. Yeah. Zo zie ik dat dan. Yeah. Jij zingt iets, je maakt iets. En dan moet je zelf 100% achter staan. Ja, tuurlijk. Zeker. Maar dat is ook allemaal heel goed geregeld. Ik werk met hele leuke mensen samen. Ook echt professionals en dat soort zaken. En dat soort zaken. Even voor de luisteraars die meeluisteren, Robin, zij die meer willen weten over jou, over Robin Albersen, waar kunnen ze die informatie vinden? Nou, als ze meer van mij willen weten, kunnen ze naar mijn Facebookpagina gaan, of jullie Facebookpagina op Facebook, die heet Zanger Robin, dan moet je dat invullen en dan kom je mijn pagina tegen. Ik heb een privé Facebook, die heet gewoon Robin Albers. Als je meer van mij wil horen of zien, qua videoclips, filmpjes en dat soort andere zaken allemaal, dan kun je naar mijn YouTube kanaal gaan, die heet ook Robin Albers. Dat is wel heel lekker makkelijk, kan je me zo vinden. En je kan me ook vinden op Instagram, Zanger Laatste Even Robin. Ja, en het weekend staat voor de deur, het weekend optreden, zingen, ergens het weekend of niet? Ja, ik heb toevallig afgelopen weekend 3 optredens gehad. Eentje in bij mij in de streek, een beetje Delsan, eentje in Rotterdam. Dus ik heb nu even rust, maar ik moet straks nog wel zaterdag. Ga straks naar Simon en Goog toe, met mijn koor dus, daar we het over gehad hebben. En doen we morgen mee aan het Korenfestival van Simon en Goog. Voor Koren en Korpsen. Ja, dat is heel wat anders, hè? Dat is weer een andere front, zeg maar. Dus, ja, maar dat doen wij ook al een aantal jaar. Ons zoveel tijd komt ons score weer aan de beurt. En dan gaan we een aantal nummers instuderen. Ook alleen maar die nummers. Die gaan we zo goed instuderen dat we ze helemaal kunnen dromen. En uit de kop kunnen zingen. Maar dan gaan ze ook, zeg maar, uit het hoofd. En de man zingen waar van blad, zeg maar. En dan hebben we nog bij een Italiaans nummertje die we gaan. Dan hebben we nog een choreografie bij, zeg maar. Dan gaan we de non-verbaal uitbeelden en een beetje acteren, zeg maar. Oké. We gaan de zingen draaien, Laat het leven een feest zijn. Ik ga jou op de eerste plaats heel erg bedanken dat je vanmorgen live hier bij ons in uitzending was. Geen enkel probleem. En jij ook bedankt voor de promotie en voor de goede zorg. Nou, en een laatste woord van jou richting al die luisteraars die meeluisteren. Zeg iets, dan ga ik de zingen starten. Ja, het eerste wat ik kan zeggen is Laat het leven een feest zijn. Ja, het gaat je goed, Robin. Tot de volgende keer. Bedankt. Hey, tot ziens, hè. Bedankt, hè. Hoi.